Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is een AliExpress shoplog. Dat zag je vast in de titel. Ik wil eigenlijk heel snel beginnen. Alleen kort, ken je me niet, ik ben juf van groep 5-6 in Horen. Ik heb heel veel spulletjes gekocht. Geen kleding, want dat gaat altijd verkeerd. Kun je net zo goed voor je zusje gekocht hebben, die ik niet heb. Want het is altijd te klein, dus ik doe het ook niet meer. Alle linkjes staan hieronder in de beschrijving. We gaan beginnen. Als eerste dit kettingtje. Nou is die niet heel mooi bij dit shirt, want eigenlijk moet je een wat lager shirt hebben. Maar dit kettingtje, die heb ik. Ik doe hem even af, want ik vind hem niet mooi bij dit shirt. Gaat hij nou gelijk kapot? Is dit serieus? Nou, dit moet ik vast kunnen maken. Wat heb ik nog meer? Ik heb washi tape. Plakken mooi, kleur is mooi. Super, super blij mee. Om in de bullet journal spulletjes te blijven heb ik een aantal pennetjes. Deze unicorn pennen. En dat is een kleine zwarte fineliner. Kijk, deze twee katjes. Precies hetzelfde. En deze, op de een of andere manier schrijft hij niet. Kijk, even heel snel geschreven. Zie je, hier pakt hij het beginnetje al niet eens. Verderop doet hij het op zich wel. Maar ik durf hier niet heel goed mee in mijn bullet journal te schrijven. Want ik ben telkens heel erg bang dat het verpest wordt. Dus ik vind het eigenlijk een no-go. Die andere pennetjes zijn prima en ik vind het heel schattig. Vooral de kattenpennetjes. Ik heb een statief voor mijn camera. En daar ben ik heel blij mee. Het enige nadeel, ik had hier een keer ergens aan geklikt. Moet je niet doen, want het vloog er allemaal uit. En ik kreeg het onmogelijk op de juiste plek. Dus wat heb ik gedaan? Dit heb ik met secondenlijm vastgemaakt hieraan. Dus het enige wat ik nu doe, stel dit is mijn vlogcamera, dan draai ik hem erop en dan zit hij gewoon goed vast. Heel blij mee. Gebruik hem heel vaak. Zit ook helemaal een hoesje bij. Ik heb 4 horloges. Deze. Zo zit hij. Nog eentje met rosé goud is deze. Wat ik hier heel tof aan vind, de bovenkant zwart en de onderkant is wit. Dit bandje gaat wel wat soepeler dan die vorige. Deze. Een horloge met een zilver detail erbij. Eigenlijk, hij zit verder. Hij is echt exact even groot. Dus ik ga hem niet omdoen. Hij zit echt precies hetzelfde. En deze zwarte. Die tikt iets harder. Ik weet niet of jullie dat horen. Ook heel mooi. Kijk, als je ze naast elkaar houdt, zijn echt allemaal even groot. Dan heb ik magneetjes gekocht voor in de klas. En die vind ik super fijn om te gebruiken op het whiteboard in de klas. Wat ik ook op mijn werk heb, is in mijn planner, in mijn Masha planner, heb ik bij iedere week heb ik een sticker geplakt. Ik kan het niet uitspreken, maar als ik het goed heb is het Pusheen. Super blij mee, waren er ontzettend veel. En die heb ik dus bij iedere week in mijn planner geplakt. Wat ik nog meer in mijn klaslokaal heb, zijn de kattenboekenleggers. Want die heb ik aan de kinderen gegeven. Super schattig. Het zijn ontzettend veel verschillende soorten. Er is er geen eentje hetzelfde. En dat vond ik zelf heel erg leuk aan deze set. Vanaf nu alleen nog maar oorbellen. Niet weggaan, want ik ben er heel blij mee. Hier heb ik 2 zakjes. Dit is een soort IKEA pakketje, maar dan met oorbellen. Moet je dus nog zelf in elkaar zetten. Super makkelijk. Heb ik ook gedaan. Dat is deze. Dit is ook zo'n IKEA pakketje. En omdat het nu allemaal oorbellen zijn, heb ik zo meteen waarschijnlijk knalrode oren. Ja, heb ik nu al. Gaat lekker. Nou, let niet op de rode oren, maar dit is het roosje. Dit is de leeuw. Die moest ik dus nog zelf in elkaar zetten. Maar ja, ik kreeg bij het setje wel gelijk ontzettend veel stuks. Dus ik heb gelijk oorbellen voor vriendinnen gemaakt. Want hey, ik had er toch heel veel over. Even een ander soort oorbel tussendoor. In de zomervakantie heb ik deze heel veel gedragen. Vooral bij mijn bikini. Dus deze heb ik al een tijdje. Dat klopt. Afgelopen zomer waren die kwastjes heel erg in. Ik vind het nog steeds leuk. Nu met dit weer natuurlijk nog niet. Maar in de zomer met mijn bikini vond ik ze echt super gaaf. Deze geometrische oorbel. Oh, ik irriteer me dood aan mijn rode oor, zeg. Jeetje, Mina. Maar ja, ik wil het wel laten zien. Een muntje. Insect. En deze draag ik echt heel vaak. Echt heel vaak. En ik heb ze dus al vanaf de zomer. En ze zijn nog niet eens verkleurd. Echt gewoon nergens niet, aan geen enkele kant. Dus dit is echt mijn lievelingsoorbel. Ik vind ze gewoon heel tof. Het is zo lastig te laten zien. Helemaal met het stomme rode oor. Maar ja, hè, dat heb ik nou al gezegd. Deze lijkt er heel erg op, maar het is gewoon een rondje. Dus die ga ik niet indoen. Valt
echt verder precies hetzelfde. Deze is wel even handig om te laten zien. En nu ik hem ook weer zo in heb, denk ik, ja, deze is ook wel echt heel erg leuk. Die blijft gewoon heel erg leuk. Dit zijn mijn aankopen die ik met jullie wilde delen. Ik heb nog meer besteld, maar dat moet nog binnenkomen. En ik had, dit is dus wel heel erg jammer. Maar ik denk dat ik deze nog wel, kan ik dit nog maken? Denk het niet. Nee, nou, erg jammer dit. Dit is dus niet echt een heel erg goed idee. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze AliExpress shoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!